Welkom bij de Aionix Podcast, een podcast over software ontwikkelen, werkvormen en nog veel meer interessante dingen. Vandaag hebben we weer pauzepraat. En dat betekent Tim, ja. Welkom. Dank je. En Mitchell, hey. Ook welkom. Allebei returning guests. Is er iemand die zijn onderwerpje gelijk maar zo hup op tafel wil gooien? Ja, vertel maar Mitchell, wil je eerst? Vertel Mitchell. Ik zit weer diep in onderzoek. Oké, altijd handig. geen update over je thuis automatisering hoorde ik. Die gaat. Ik moet wat meer tijd instoppen. Ik weet wat ik moet doen. Oké. Nu moet ik het ook daadwerkelijk doen. Die bewaren we nog even. Thuis hebben we een beamer. Oké. En we hebben een best wel grote muur in de woonkamer en dat werkt goed in wintertijden. Maar nu is het toevallig de raam die dan die kijkt naar het zuiden. Dus we hebben zon tot heel laat en dat werkt niet zo goed. Oh, dus je ziet het gewoon niet dan? Nee, je ziet bijna niks. Dus ik ben aan het overwegen of ik een tv ga plaatsen of een anti-light reflective scherm ga kopen. OLED. The real G. Ja, maar die schermen zijn best interessant, want die zijn gemaakt op een manier dat alleen de licht van je beamer wordt gereflecteerd. Mm-hmm. En al die ambient light, ja hoor, wordt niet. Is dat echt zo? Maar hoe werkt dat dan? Dat zegt ze. Hoe heet dat? Anti-light reflective screen. Anti-light dus reflective screen. Die heeft kleine patronen die net als een soort driehoek zijn. En dan pakken ze alleen de licht van een bepaalde richting. Oh, een bepaalde richting. Ja. Oh ja, nee, dat dus kan zeg natuurlijk maar, wel, ja. Als je, de beamer moet wel rechtop schijnen. Ja, ja precies. Ja. Of iets van boven mag ook. Maar alles van de zijkanten. Oh, dat lijkt niet me bizar als dat echt werkt. Maar het is alleen een scherm, toch? Het is niet, je steekt hem niet in stopcontact. Het is gewoon alleen een scherm. Alleen een scherm. Ja. En je kan dan ook elektrisch laten naar beneden komen. Ja, precies. Maar het is wel zo. Ja, precies. Jacuzzi. Maar dat is waarschijnlijk net zo duur als de televisie. Ja, dat moet ik inderdaad ook af. Of misschien wel duurder. Net zo duur, maar het is net iets duurder dan je denkt dat je niet gaat kopen om te testen. Ja, precies. Dan denk je van, ja, is het echt dat geld waard? Maar wat is het verschil met een nieuwe tv? Nou, dat je nog steeds je beamer kan gebruiken. Dus je een groter beeld hebt. Nee, het is wel een verschil van 600 euro. Okay. Misschien iets meer. Minder, dus het is een paar honderd euro, dat scherm. Ja. Oh, dat vind ik nogal meevallen. Ja, dus daarom ben ik aan het overwegen. Maar dat kan je dan toch wel. Ja, je wilt natuurlijk wel in je eigen huis testen eigenlijk. Ja, en om het is best groot om te bestellen. Dus dan, dan, als je die terug wil sturen, dan is het ook echt een grote doos. Dus. En iemand in een winkel gewoon. Ja, dat stond niet helemaal hetzelfde. Die vind je niet echt in. Er is geen. Je echte hebt wel winkel. Van die speciale hi-fi zaken, zeg maar, waar ze. Dat ik misschien naar die winkel ga. Ja. Hi-fi clubben. Ja, dan ga ik met mijn beamer. Dan loop ik binnen. Maar ik zou het gewoon doen. Iedereen heeft een tv. Ja. Iedereen heeft een tv. Dat is niet interessant. Nee, maar ik neem zo'n ding. Het is wel oprecht vet met aan een beamer dat je zo'n groot beeld hebt, vind ik altijd. Dat is wel echt een bioscoopervaring. En als je geen tv aan hebt, dan heb je ook niks daar. En je gamet waarschijnlijk niet. Nee, want dan is volgens mij een beamer. Nee, ook wel echt, de beamer die werkt niet voor gaming. Nee. Dat voelt echt heel traag. Slow motion. Ja, precies. Ja, en je kinderen die zijn echt de coolste op school, want die hebben thuis een bioscoop dan. Ja. Heb je dan ook echt zo'n heel dik geluidssysteem? Nee, nog niet. Dat moet er wel bij. Nee, ik heb zeg maar. Mijn systeem is best wel janky. ik heb een Amazon Fire Stick. En ik heb twee goede speakers van Harman Kardon. Ja. En die verbinden met Bluetooth. En dat werkt best wel oké. Er is niet zoveel lag. En dan die twee heb ik dan voorin bij de muziek. Ik vraag me dat dan altijd af hoe dat werkt. Want dat is ook met mijn Bluetooth koptelefoon die ik heel vaak op mijn laptop gebruik als ik ook gewoon YouTube kijk. Dat ik dan denk van. En het werkt altijd perfect. Ik ben super gevoelig voor die lag in audio. Dat ik altijd denk van, volgens mij softwarematig vertragen ze gewoon die video om de audio, zeg maar, gesynct te krijgen. Of ja, hoe moet ik dat zeggen? Snap je wat ik bedoel? Ik snap wat je bedoelt. Maar volgens mij is dat echt zo. Want er zit ook altijd, als je hem aansluit, in ieder geval op mijn Mac, dan zit er zo'n soort van microseconde, soort van hapering. Ja. En dan komt die audio zo. Dus volgens mij synken ze dat gewoon softwarematig en houden ze dan rekening met de latency van Bluetooth. Dat is mijn persoonlijke theorie, maar dat moet ik gewoon een keer opzoeken misschien. Maar ja, Tim is sceptisch. Lijkt me sterk, want dan zou alle software die zou daar rekening mee moeten houden. Ja, maar dat kunnen ze toch op.
Ja, weet ik veel. Ik ben geen, ik ben niet een operating system expert. Misschien zit het in de codec. Ja, oké. Okay, misschien is Bluetooth gewoon best wel snel. Ja. Misschien ben jij gewoon niet zo gevoelig ervoor als je zelf denkt ook, Mark. Ja, nou, toevallig weet ik dat. Weet je waarom ik dat weet? Ik zit deze podcast iedere week te maken. Huh? En dan neem ik dus video op. Alleen, dat sync ik niet automatisch. Dus dat sync ik handmatig. Mm-hmm. En er is zo'n soort van allerkleinste resolutie waarop je in dat videoprogramma zeg maar kan slepen. En soms denk ik van nee, ik zie nog steeds dat het niet perfect is, maar dan laat hij me niet meer toe om het nog fijner zeg maar te. Dus ik heb het gevoel dat ik er toch best wel gevoelig voor ben, want als die golfjes maar een klein stukje uit elkaar zitten dan en ik kijk naar dat beeld en ik luister zo, dan denk ik nee, die mondbeweging die klopt niet. Ja. Dus ja, ik weet niet. Iets voor de luisteraars op YouTube om uit te zoeken, denk ja. je. Of onze monden goed gesynct ja, zijn dan met is het mijn geluid. Schuld. Goed gesynct. Zo goed gesynct. Oké, voor wie luistert, die denkt wat gebeurt er nu. Maar Tim beweegt zijn mond heel raar. Normaal niet. Sorry, ik ben helemaal van je onderwerp afgegaan. Schermen. Ja, nee, dus dat was het eigenlijk. Dat was het daarmee eigenlijk. Ben ik bezig. Maar ik ga wel uittesten. En maar denk je dat, net als de vorige keer, dat bij de volgende update, dat er dan geen update is? Of denk je dat hier bij een beslissing... Ik kom met twee updates. Oh, je komt met twee updates. Smart home. Oké. Ja, dat zou wel een mooie combi zijn. Dat je automatisch je scherm naar beneden gaat als je... Als je film wil kijken. Drie keer klappen. Ja. Maar dat kan ook, hè? Als je zegt van, ik doe de beamer aan. Ja. Dan dimmen alle lampen. Precies. Dan komt ja. Zo'n romantisch muziekje. Oh, die shit. Wanneer doen we een filmavond bij Mitchell thuis? Ja, zeker. We gaan een keer een opname doen vanuit Studio Mitchell. Nice. Tim Adonis. Ja. Vertel. Ja, nou, iets poezerigs. Ja, Marcus die had mij natuurlijk weer in een kamer opgesloten. Want ik moest met een tech onderwerp komen. Want het is de podcast over tech. Dat soort dingen. Ja, ja. Oké, ik voel iets aankomen ja. of iets niet aankomen. Dus ik heb een hartstikke tech onderwerp natuurlijk. Okay. Maar daarvoor moet ik wel even jullie meenemen op reis. Van, we beginnen natuurlijk ergens en we komen uit bij mijn tech onderwerp. Oké, vertel. Janneke en ik die zijn op zoek naar een gezinsuitbreiding. In de vorm van twee katten. En we hebben natuurlijk eerst als goede burgers geprobeerd om het asiel af te spitten en te zoeken naar een lieve kitten. Maar wat blijkt nou, er zijn heel veel goede burgers die een kitten uit het asiel willen halen en die gaan echt als warme broodjes. Dus toen zijn we wat verder gaan kijken en toen kwam ik op een gegeven moment kwam ik bij wat meer raskatten terecht. Ik heb woorden toegevoegd aan mijn vocabulaire zoals kettery. Die ken ik ook nog niet. Nee. Ja, en ik heb geleerd dat je ook het woord kraamvisite kan een gebruiken. Kettery is een kennel, maar dan voor katten, toch? Kennel noem je het volgens mij bij honden. Is dat zo? Het is een fokker, gewoon. Ja. 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 Je kan dus het woord kraamvisite ook gebruiken in de context van katten. Oké. Okay. Heb ik ook geleerd. Maar ik heb nu dus een chartreux op het oog. Een chartreux? Een chartreux. Chartreux. Dus nu hier komt de foto. Als een Frans ras, werk ja. Hier komt de foto. En dan, dit is gewoon van een volwassen chartreux. Je hebt echt hele mooie amberkleurige ogen, zoals je kan zien als je het niet op Spotify luistert, dit. En dit is dan de foto van een van de kittens die wij mogen gaan uitzoeken. Oh. En ze zijn echt super cute, zoals je ziet op deze foto. Oké, thanks Tim, voor dit extra werk. ik ben in contact gekomen met zo'n kettery in Noord-Groningen-Noord en dan daarboven. Oké. Ja. En die stuurde terug heel enthousiast dat ze net een nestje beschikbaar hadden in maart en bla bla bla. En dat wij op kraamvisite mogen komen in mei. En ze stuurt nu elke vrijdag stuurt ze echt een miljard foto's van hoe het gaat met de guppies. Ben je open om de prijs hierover te delen op de podcast? Het ligt ergens tussen de 1200 en 1300 euro. Oké, dat is vrij specifiek. Maar daarvoor krijg je wel een heel mooi, heel lief guppie. Die twee keer is ingeënt. Hier zo. Twee keer is ingeënt, vijf keer is ontwormd en is gesocialiseerd. Heel goed. Ja. Maar ik zie Marcus al denken, Tim, dit is nog steeds dit geen tech-onderwerp. Dit is gewoon leuk. Dit is gewoon een leuk onderwerp. Voor deze keer heb je pas. Okay. Maar ik ben wel benieuwd als er nog een tech-engel komt. Nou, dat komt zeker. Want wij zijn dus op zoek naar, wat moet je allemaal hebben voor zo'n beest? Nou ja, heel simpel. Mandjes nodig. Krabpalen nodig, je hebt speeltjes nodig. Eten heb je nodig. Nou, we hebben toevallig een
stiefvader met een dierenspeciaalzaak. Dus dat komt allemaal wel goed, die dingen. Maar je hebt ook kattenbakken nodig. En eigenlijk zeggen ze dat je, zeg maar, 1 kattenbak per kat plus 1 extra moet hebben. Dus bij 2 katten moet je 3 kattenbakken hebben. Seriously? Ja, eigenlijk, hè, dat doet niemand. Dat doet iedereen. En ik als aanstaande kattenvader ga dat vinden ook dat dat gewoon moet. Want die katten die willen gewoon en hun eigen plekje hebben. En die vinden het leuk om een beetje een territorium aan te markeren. Maar toen, daar komt ie. Okay. Vond Janneke dus online in de prijskategorie €300. Een smart. De automatische kattenbak. Nee, dat meen je niet. Jazeker. En dat is prachtig. Dat is gewoon een soort van katten-MRI waar ze inspringen. En daar doen ze hun bezigheden. Er ligt gewoon dat grind. En dan gaat dat ding, als die kat eruit gaat, die voelt dat er met gewicht dat die kat erin zit en dat die kat er weer uit is. En als die kat er dan uitspringt, dan gaat dat ding draaien en dan gaan die korrels die gaan over zo'n raster heen. Nou, doordat die kat zijn bezigheden heeft gedaan, die korrels maakt natuurlijk, de vieze korrels maken klontjes. Dus die passen niet in dat raster. De rest valt er zo doorheen. Dus vieze klontjes worden ergens in een bak geflikkerd. Dus het stinkt niet. Die andere kat vindt het ook prima om die bak te gebruiken. Dus je hebt maar 1 kattenbak nodig en geen 3. Oh, dit is de rationalisatie voor de prijs van de kat. Ja. En je hoeft hem niet zelf leeg te scheppen, want het wordt allemaal voor je verzameld. Maar dan heb je dus een automatische kattenbak die je zelfs nog kan versturen met je app. Als kritische... Als kritische internetconsument denk ik wel gelijk van... Heb je hier ook reviews van gelezen? Werkt het ook echt? Ja, het schijnt echt te werken. Mijn source is Janneke. Okay. Die heeft heel veel reviews gelezen. Mensen die het gebruiken, die schijnen er wel echt enthousiast over te zijn. En ik heb het ook dus met die met Robert, mijn stiefvader, hebben we het over gehad. En die had er niet per se veel ervaring mee. Maar die hoorde er wel gewoon ook goede verhalen over. Dus het even zonder gekkigheid, het lijkt wel gewoon een grappig product. Dit vraagt wel echt om een update over een tijd. Zijn er wel serieus naar aan het kijken. En misschien is dit weer een goede hit voor ons voor een video op het YouTube-kanaal. Ja. Dat jij straks filmt hoe die... Ja. Want ik ben nu wel echt en, nieuwsgierig. Marcus, ik denk ook dat mensen misschien nog niet helemaal snappen hoe het eruit ziet. Dus we doen hier nog even een foto van de automatische kattenbak. Ik zal er nog een foto bij doen. Maar ik vind het nog leuker als we straks een keer want jouw salto's, dat is ons meest bekeken video op YouTube. Ik heb een nieuwe, ik ben geland. Oké. Wat een nieuwe soort salto. Nee, een drievoudige, maar die heb ik nu voor het eerst op een wedstrijd geland. Oh, dan wil ik daar ook wel binnenkort een filmpje van. Dan kan die misschien bij de kattenbak. Ja, dat is goed. Een goede combinatie. ik heb een super saai... Nee, ik heb helemaal geen saai onderwerp. Ik vind het eigenlijk heel leuk. Ja? Maar het is niet zo spannend als katten. Heb je trouwens al een naam? Ja. Heb ik dat even gemist? Ja, nou, we nemen er dus 2. Dat heb ik niet eens verteld. Die andere, dat is van een ragdoll ras. Daar hebben we ook een kettery zijn we mee in contact. Maar de chartreux, die heet straks Nor. Een vrouwtje. En double OR. En de ragdoll, die noemen wij Mira. Mira, ah ja. Mooi. Ja. Ragdoll moet ook een foto van dan zeker. Tadaa! Komt hier. Oké. Ik heb iets over een game, maar wel een hele oude game. Een paar duizend jaar oud. Een paar duizend jaar oud, schaken. Heel goed. Oh. Ik weet niet hoe oud het is. Komt uit India. Ik heb het laatst wel de Wikipedia pagina een keer opgezocht. Hmm. En er is in Japan een Japanse schaakvariant die soort van hetzelfde is, maar dan toch ook weer helemaal anders. Dat wist ik ook niet. Okay. Maar in ieder geval, wanneer was dit eigenlijk? Ik weet niet, dat was al een tijdje terug toen. Ik weet ook niet hoe ik erop kwam. Maar randomly besloot ik weer eens een potje schaak te spelen. En je hebt een site, die ken je misschien wel, chess.com. Mm-hmm. Hele verrassende naam. En nu ben ik weer soort van verslaafd aan schaken. En ik ben er helemaal niet goed in. Gelijk gezegd hebben. Nou, dat was dus een van de interessante dingen. Ik ben een keer, toen ik heel boos was, heb ik mijn chess.com account gedelete laatst. toen ik op een paar honderd punten rating had verloren en een hele dag bezig was en dacht van oké, dit is niet handig, ik ga hiermee stoppen. Maar dat is dus ook heel leuk. Je hebt dus een open source project. Dat heet, ik weet niet hoe je het uit moet spreken. Lichess. Ja, hoe spreek jij het uit? Lichess. Ik ben D&D speler, het is Lichess. Lichess. Maar ik vind het super cool dat je überhaupt een open source project hebt. Want kijk, vaak is een open source project gewoon een software die je downloadt en die kan je op je eigen computer draaien. Maar hier is het gewoon het hele hosten van de cloud. Ja, je kan het gewoon spelen in de cloud. Mm. En je kan inloggen en er zijn moderators. Want ik heb ook al een keer
een berichtje gehad van... we hebben een cheater gepakt en je krijgt nog punten terug van die in die game. Dus ze hebben gewoon een heel online schaakplatform... wat net zo goed is als het allergrootste bekendste platform. En dat kan je gewoon gratis gebruiken. En het werkt gewoon perfect. Dus het is best wel nice. Dus daar speel ik nu op. En daar is mijn rating dus hoger... dan op chess.com. Op chess.com zat ik zo... ben ik heel... ergens tussen de 800 en 900 is daar een beetje mijn max... wat ik kan halen. En bij Lichess zit ik zo ongeveer rond de 1100. Dus dat is best wel een groot verschil ook. Nice. Alleen, ik had er al theorieën over gelezen. Ze zeggen, ja, op chess.com begint iedereen bij 800. Dus waarschijnlijk is er een soort van... hoe zeg je dat? Omdat dat zo'n groot platform is en er komen altijd nieuwe spelers. Dus dan speel je ook gewoon waarschijnlijk 50% van de tijd... als je rond 800 speelt, speel je eigenlijk dus tegen spelers... die veel sterker zijn, die net een account hebben gemaakt... En dus eigenlijk bijvoorbeeld de 2000 zijn of wat dan ook. En die je dus gewoon zwaar gaan afslachten. Dat was één theorie. Maar ik denk gewoon... Ik hoop gewoon dat ik gewoon 1100 ben en niet... heb jij een elo, weet jij wat jouw elo rating is? Zoek het even op. Ja. Mitchell, schaak jij? Ik heb het ooit gedaan. Ik had chess.com. Het voordeel is dus wel, als je online gaat spelen... Je hebt dan kan dan van die hele snelle potjes doen. En je leert wel echt heel snel. Want ja... Als je gewoon even een uurtje zo speelt. Ja, klopt. Ik heb altijd dan heb ik zo'n winning streak. En dan ga ik verliezen. En dan gaat het weer bergop. Maar daar heb ik ook iets van. Ik ga terugkijken van wat was mijn, mijn verkeerde stap. Ja, en dan klopt, zie je gewoon van ja, dat moest. Ik ben 1270 met 10 minuten. Oh, shit. Nice. Daar ga je me dus in maken. Dus wanneer doen we de schaakstream? Jonix podcast schaakstream. Dat vind ik wel leuk. Ja, laten we dat binnenkort doen. Maar jij speelt dus op chess.com. Ja, maar niet zoveel. Ik speel tegenwoordig alleen maar tegen mijn broertje. Als je dit hoort, hij heeft de afgelopen 10 games heeft hij er 1 gewonnen. Oké. Okay. Dus dat weet hij ook, maar ik noem het hem nog eventjes. Ik wrijf het er nog even in. Ja, dat was eigenlijk, dat was eigenlijk mijn update. Dus misschien kunnen we inderdaad volgende keer mijn rating horen. Uh-huh. Kijken hoe het gaat met de update boezen. Over de rating, ja. En een update over de thuisbioscoop en de home automation. Check. Dank jullie wel. Yes. Nog famous last words? Dat was weer leuk. Ja. Tot de volgende misschien keer. Misschien nog een foto ergens. Ja. Hou op. Doei. Doei.